En welkom bij dit stadion, het Wembley Stadion. Vandaag is het Manchester United tegen Watford in de Carabao Cup. Dit wordt echt een epische strijd, want ze hebben echt voor gestreden. Voor het commentaar heb je Noah de speler aan de microfoon. En laat de wedstrijd zich maar beginnen. Je ziet de spelers zich laten klaarstaan om zichzelf te presenteren. En nu geven ze elkaar handen. Mogen de beste winnen. Deze wedstrijd is wel wat anders, want al die transfers en al die spelers, allemaal getransfereerd, allemaal gekocht en verkocht. En Manchester United is veel veranderd. Daar zie je Blind zich opstellen. Heb je Deulofeu. Dus, Watford. Daar heb je Deulofeu. Wordt gevolgd door Hernandez, Pereira en Hughes aan de links en de rechts. Chalobah, Massina, Dawson, Cabacedo, Kiko en Dimitrovic in het doel. Onze scheidsrechter vandaag is Lee Probert. Daar heb je de kapitein Rashford. Manchester United. De Gea staat in het doel. Martial wordt gevolgd door Rashford en Rafinha. Bruno Fernandes staat in het midden. Didi en Núñez zijn de middenvelders. Blind, Varane, Schweinsteiger en Klosterman zijn verdedigers. Daar heb je Blind. Heeft vooral doelpunt gescoord en goede passes. Oké, goede pas. Daarna, Rafinha gaat naar Martial. Martial dribbelt. Mooie dribbel. Martial. En hij schiet. Hij gaat erin. Goal! En daar zie je een Didi die hem een heel erg grote knuffel geeft. Wat een doelpunt van Anthony Martial. Dimitrovic kon er net niet bij. Feminia probeerde hem nog weg te sturen, maar het was te laat. Martial is dan voorbij gedribbeld. Oké, mooie pas. Didi pakt hem. Daarna dribbelt hij voorbij. Daar is Rashford. Rashford met de mooie pas naar Fernandes. Fernandes, gaat hij het afmaken? Hij neemt hem aan. Ja, hij heeft hem afgemaakt. 2-0. Bruno Fernandes. Manchester United 2. Watford 0. Ik denk dat de verdediging van Watford het wel slecht doet, vind ik dan. Maar ik denk dat ze wel beter kunnen. Dimitrovic een beetje te laat geduikt. Maar heel erg mooie assist van Rashford en een heel erg mooie pass ook nog. Laten we het nog even zien. Heel erg mooie pass en lekker in de duel geschoten. Giet ook met techniek erin. Daar zie je nummer 18 klappen. Manchester United 2, Watford 0. Met een mooie pas naar Fernandes. Fernandes naar Martial. Martial naar Rashford. Rashford maakt het af. Nee, Dimitrovic pakt hem deze keer wel. Núñez probeert hem nog voorbij te dribbelen, maar hij is al weg. Rashford schiet, maar hij gaat er jammer genoeg niet in. Dan wordt de 3 niet. Oké, Chalobah. Pas naar Hughes. Hughes gaat erdoor. Schweinsteiger kan hem net niet stoppen. Hughes. Pas naar Deulofeu. Nee, hij gaat erover. En het is... Het is al de rust. Het is ondertussen al 2-0. Goal van Fernandes en Martial. Oké, daar dribbelt Rafinha hem door. Rafinha, hij gaat door. Rafinha, hij dribbelt iedereen. Rafinha, hij gaat door. Rafinha. En dat maakt hem niet af. Jammer genoeg. Klosterman, pas naar Rafinha. Rafinha met de voorzet. Rafinha, een Didi met het hoofd. Nee. Varane met een heel erg mooie pas. Naar Schweinsteiger. Schweinsteiger. Gaat naar Rashford. Rashford zit met Bruno Fernandes. Bruno Fernandes maakt hem af. Het is al de tweede van vandaag. Rashford heeft opnieuw een assist. Dat is ook goed. Al twee assists van Rashford. Dimitrovic kwam een beetje te vroeg bij Rashford. En dan kan Fernandes het in de verre hoek wel afmaken. En Deulofeu wordt gewisseld door Deeney. En het is ondertussen al een penalty. Dimitrovic heeft een fout gemaakt. Rashford tegen Dimitrovic. En Dimitrovic pakt hem. Rashford heeft een beetje een fout gemaakt.
En daarna, Cabasele werkt hem weg. Daarna, Cavani. Cavani dribbelt iedereen door. Cavani schiet. Hij wordt gestopt door Dmitrovic. Daarna met de kop van Fernandes en hij gaat er deze keer wel in. En dat is als een hat-trick in de 67e minuut. Nummer 18, Bruno Fernandes. Wordt geknuffeld door Rashford. Wat een harde kop. Dmitrovic kan er net niet bij. Dus dat is wel heel erg goed gekopt. En heel erg hoog ook. 4-0. Al een goal. En daar hebben ze. Je ziet Varane, Núñez en Rashford juichen. Ze hebben de Carabao Cup gewonnen. Je ziet de andere balen van de score. Het is uiteindelijk 4-0 geworden. Dus we kunnen van die trofee genieten. Dat was het voor deze wedstrijd. Dit waren alle hoogtepunten. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Je kunt ze zien de trofee opheffen. En later dan.